Geldrop krijgt een happy huis. Hier aan de Willem-Barendsweg komt straks een opvanghuis voor jongeren die door allerlei problemen thuis geen plek meer hebben om te wonen. Het gemeentebestuur heeft groen licht gegeven voor het plan. Nou ja, we weten dat het heel lastig, steeds lastiger wordt om pleegouders te vinden. Maar om allerlei redenen zijn jongeren uit huis. Dat kan natuurlijk zijn omdat er geen ouders zijn, maar het kan ook zijn omdat ze problemen thuis hebben. Dus om allerlei redenen zijn er jongeren die een huiselijke situatie nodig hebben. En dit idee voldoet daar prima aan om dat voor ons op te lossen. De verwachting is dat nog dit jaar kan worden begonnen met de bouw van het Happy House. Deze voormalige school gaat dan eerst tegen de vlakte. Er is behoefte aan die extra opvangplek. Een happy thuis is eigenlijk een voorziening voor kinderen die even tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Het kan zijn dat door de ziekte van een ouder de zorg even kan wegvallen. Het kan zijn dat de situatie dusdanig is dat er veel strijd is thuis. En dat is natuurlijk voor niemand prettig. En dan kan het soms wel fijn zijn om het even de situatie wat te ontlasten. En het kind even tijdelijk niet meer thuis gaat wonen. De plannen liepen vertraging op. Bij het Happy House zouden ook 12 seniorenwoningen moeten komen. Maar coöperatie Woonbedrijf trok zich terug. De gemeente wil dat het huis er nu toch zo snel mogelijk komt. De aanpak is uniek in Nederland. Meer begeleiding, een ruimere woning, zodat kinderen echt het gevoel hebben van ja, dit is mijn plekje en ik woon niet in een instelling. En dus ook midden in een woonwijk en niet ergens achteraf. Want hier zitten de kinderen op school, hier doe je de boodschappen en je bent gewoon een onderdeel van de maatschappij. Er wordt nog gezocht naar een partij die de seniorenwoningen alsnog wil bouwen. Het plan voor het Happy House wordt volgende week met de buurt besproken. Eerder gaven omwonenden al aan geen bezwaar te hebben tegen de komst van het Happy House.